Deze zondag lopen we door Boksel, bruisend Boksel, om eens te kijken wat de Bokselaar gaan doen met kerstmis. Omroep Dommeland Nieuwsflits. En, wat gaat u doen met kerstmis? No, we hebben geen tijd. Geen tijd? Nee. Met kerstmis ook niet? Nee, helemaal volgeboekt. Helemaal volgeboekt. En daarom een beetje zin in kerstmis? Ja, absoluut. En vooral zo met die met leuke kaarsen, toch? Jullie maken kaarsen? Ja, we hebben ze allemaal zelf gemaakt. Zo? Met een hele hoop uren in, dus ja. Mooi. Leuk om te zien zo. Ja, vind ik wel. Geeft wel een beetje sfeer, hè? Ja. Gewoon met de koude dagen. Kunnen ze helaas niet aansteken nu met de wind en de kou, maar... Nee. Verder leuk zo, hè? Hoe ga je doen met kerstmis? Gewoon de familie opzoeken. Ja, lekker met z'n allen bij elkaar. Lekker eten, hè? Wat iedereen eigenlijk doet. Verder niet veel bijzonders. Wat gaat u met kerstmis doen? Werken, moet ik. Werken? Ja. In de zorg, hè? Kraamverzorgster. Dus kraamverzorgster? Dus dan moet je werken, hè? En er worden kindjes geboren met kerstmis. Goed, wel, ja. Kerstkindjes? Ja, hopen. Dat is wel bijzonder. Ja, natuurlijk. Ja. Dus nu ben ik vrij, nou, een boodschap doen en dan misschien werken of we zitten te wachten. Dat er baby geboren wordt. Nou, leuk, denk ik. Ja. Ja, heel leuk. Dag mevrouw en mevrouw. Nee. Leuk dingetje voor kerstmis? Heel mooi. Zeker, kijk eens hoe mooie kerststukjes. Hè? Voor uzelf? Nee, voor cadeau. Ik zal niet zeggen voor wie, hè, want dan weten ze het al. Ja? Nee. Een man of een vrouw? Een vrouw, ja. Donker haar? Blond haar? Beetje donker. Aha. Hoe oud? Rond 50. Nou, dan moet ze toch wel weten. Dus, nou, dat denk ik niet dat ze het weet. Het is echt een verrassing voor haar. Ja? Oké. Okay. Mijn tante, oom en nichtje komen logeren. En een cadeautje uitpakken. Wat ga je uitpakken? Cadeautjes. Aha, en wat hoop je dat erin zit? Dat weet ik eigenlijk niet. Ah, je moet. En jij? Ga je kerstmis vieren? Ja. Waar? Thuis. Thuis? Ja. Cadeautjes uitpakken? Ja. Lekker eten? Ja. Goed zo. En wat gaat u eten? Ik denk bami met lekkere vleesgerecht erbij. Lekker? Hè? Ja, is wel lekker. Hi. Hallo. Wat ga je doen met kerstmis? Eerste kerstdag ga ik met mama Goumetta. En tweede kerstdag gaan we met heel het gezin gaat mama koken voor ons. Oh. Weet je al wat ze gaat koken? Nee, dat is de verrassing. Oh, wat hoop je op? Iets lekkers en gezonds. Ja, iets lekkers, dat snap ik. Maar wat vind je nou het lekkerste? Ik vind het wel lekker als mama een lekkere roulade maakt. Mama, roulade. Ja, Ricky Schoenmakers, maak maar zo'n lekkere roulade van Janna. Zo is het. Dank je wel. Veel plezier. Dank je wel. Een beetje koud op de blaas, of niet? Ja, het is redelijk koud, ja. Ja. Maar we wachten op de gluwijn, dus het komt allemaal weer goed. Aha, willen de vingers wel, of? Het kan nog net. Met amazuur? Ook net. Ja. Mooi. Houdt niet over, maar we doen het. Ja. Mooi, toch? Nu lekker aan de gluwijn. Ja. En dan de bitterballen. De bitterballen. Ja. Zijn ze lekker, de bitterballen? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik eet ze nog, ik eet ze niet. Je moet ze even van tevoren proberen. Oh ja, oké. Okay. Maar lekker een gluwijntje. Ja? Ja. En we kunnen vallen als wij... Oh, dankjewel. Lekker? Ja, heerlijk, heerlijk. Gaan jullie nog kerstmis vieren? Ja, ook. Ook? Ook, ja. Met wie? Met familie. Leuk? Ja, heel leuk. Heel leuk, hè? Zijn de poffertjes ook lekker? Heel lekker. Heel lekker, dankjewel. Lekker gezellig uit of thuis eten met de familie. Lekker spelletjes spelen, lekker koken, samen zijn. Ja, hetzelfde. Ja. Jullie horen bij elkaar, denk ik. Ja, dat klopt. Moeder en dochter. Ja. Dat dacht ik al. Ja. En heb je nog iets, een kerstgedachte? Samen zijn. Elkaar opzoeken en
genieten van elkaar en even de boze buitenwereld buiten laten. Waar zijn jullie van? Van Young Enterprise. Van? Young Enterprise. Young Enterprise? Ja, zeker. Wat betekent dat? Dat is een project georganiseerd op het JRL in Boxtel. En wij moeten onze eigen onderneming gaan starten. En dit zijn onze producten. En ikzelf maak een telefoonoplader. En als je een stopcontact hebt, bijvoorbeeld aan de muur of langs de eettafel, dan klik je deze in het stopcontact en dan leg je je telefoon er direct op. Waarmee je altijd een fijne oplaadplaats hebt. Heb je dat verzonnen of heb ik dat wel eens op TikTok gezien? Helemaal zelf verzonnen. Ja. Weet je zeker? Zeker. Ja, het bestaat nog niet. Zoek maar op. Oké. Leuk? Ja, zeker. Wat heb je nog meer verzonnen? Ik heb houtfakkels gemaakt en leuke kaarskandelaars voor een sfeervolle kerst. Brandvrij? Ja, als je er goed mee omgaat is het brandvrij, ja. Mooi. En jij? Ik maak een suikervrije cake mix, suikerarme cake mix. Suikervrije cake? Ja, een mix. Is het een beetje lekker? Ja, zeker. Je kan proberen, daar staat het. Daar ging het om eigenlijk. Ja, heerlijk. En jij? Ik customize jasjes, dus ik maak schilderingen en emblemen en franjes op jasjes en spijkerbroeken en zo eigenlijk, ja. En heb je al dit zelf gekleurd of niet? Nee, dit niet, maar dit heb ik allemaal wel zelf gekleurd. Dat was een flauw grapje. Dit ook. Leuk dat wel, leuk hoor. Piet? Nou, ga zo door. Hi. Hey. En wat heb je allemaal in de aanbieding? Wat heb ik in de aanbieding? Ja, ik verkoop niks, maar ik draai plaatjes. Oké. Okay. Tenminste, als de volle blaas ermee opgehouden is, dan draai ik weer muziek op. Volgens mij is de volle blaas nou ermee opgehouden. Ja, nou, ze zijn soms aan het overleggen welk nummer ze nou weer gaan spelen. Dat duurt even. En wat draai je? Ik zie 80 jaar, denk ik niet. Ja, meestal jaren 80. Ja, maar ook wel. Nou heb ik wel wat ballads bij en er zit ook wel een heel oude plaatje bij. Ja. Dus, en ouderwets op de pick-up? Ja. In een pick-up? In een soort van pick-up. Pick-up, dit is een Wagoneer. Ja. Leuk hoor. Ja, leuk toch? Kun je ouderwets even voor de. Er zijn heel veel mensen die niet weten hoe het werkt. Al is het zonder plaatjes. Ja, even een plaatje opzet en een pick-up even laten draaien. Ja, dat kan, maar dan moet ik even het geluid wel even een zakje zetten. Een plaatje is net als een track op de Spotify, zo maar zeggen. Of een mp3'tje voor degene die dat dan beter kennen. Er zijn gewoon allemaal, er zat één nummertje op. En er zat een naald op een. Op een plaatje en dan komt er muziek uit. Ja. Daar zie ik de kids al denken, naald op een plaatje. Ja, dat ziet er heel raar uit, maar dat weten de kids op zich ook wel. De muziek van ABBA en zo, die ze goed kennen inmiddels. En allerlei disco, daar stond vroeger allemaal op plaatjes. Ja, dat was nog eens mooi. Dat is eigenlijk mooier dan, Spotify is handig. Ja. Dat snap ik ook wel, maar plaatjes, dat is... Ja. Dan ging je vroeger stond je naar een LP te kijken en dan ging je naar ja, tekst meelezen. Tekst lezen inderdaad en naar mooie albums. Dat zijn natuurlijk de bekende klassiekers, zeg maar. En daar kon je vroeger uren naar kijken. Uren. En dan luisteren. Dat is voorbij. Het kijken. Voorbij? Ja, het kijken wel. Ja, dat klopt. Maar ja, Spotify heeft weer andere voordelen, hè? Ja, daarom. Dat kunnen overal meenemen. Het is ook een hoop show, hè, wat ik doe, hè. Ja. Dus, ja, het kan allemaal op één stikje dus, tegenwoordig. Het is allemaal niet handig, hè? Dus, ja. Maar wel leuk. Maar wel leuk, toch? De dames van de warme Choco. En hoe is het hier? Ja, goed. We zijn lekker aan het eten. Ja, wel koud. Maar, ja, hè? Net zoals een lekker wijntje niet kan opzetten. Maar dan wat denk je? Kluwijn. Kluwijn. Ah, niet te veel, hè? Nee. Proeven hem voor. En een beetje gezellig hier op de kerstmarkt? Ja, dat is echt wel leuk. Ja. Lekker met kampvuur, met al die kinderen, is echt gezellig. Beetje koud, maar... Beetje koud, hè? Ja. Eigenlijk een beetje dichter bij het kampvuur moeten staan. Ja, inderdaad. Maar ik heb me goed aangekleed, thermoshirtje aan. Dit is ook hout, hè? Ja, precies. Ik kan ook een kampvuur. Nou, succes, meiden. Dankjewel. Hoi. Hoi. Daar zijn we weer. Hallo. Dames. Hi. Welkom. En, wat ga je doen met kerstmis? Met mijn schoonouders vieren. Ja, Joran. Ja. Hey, ik weet het nog, hè? Ja. En wat ga je nog meer doen?
En Disney on Ice kijken en... Lekker eten, ja. Denk ik. Lekker eten. Waar ben je nu aan het breien? Aan het haken. Oh, haken, sorry. Een sjaal? Ja, nee, een muts of een zo'n oorverwarming. Lekker. Ja. Je moet al opschieten, nou is het nog koud. Ja, ik wil het zeggen. Ja. Wat staan jullie tegen de kou te doen hier? We zijn armbandjes aan het verkopen voor Tanzania. Tanzania? Dat is een land, weet ik wel, heel ver weg. Ja. Maar waarom Tanzania? Vertel eens iets over. omdat hun daar in armoede leven. En ja. Ja, in armoede. Ja. Daar hebben ze bijna niets. Nee. En dus staan jullie hier, maar... Ja, voor geld inzamelen en verkopen daarom armbandjes en zo. Ja, wacht even, maar die armbandjes die maken jullie zelf? Ja, ja. Piet, kijk eens, die mooi. En dan kan iemand ze kopen? Ja. Ja, en we hebben ze allemaal zelf gemaakt en zijn pakketjes. En daar zijn dan de armbandjes, dat zijn die erin zitten. En ja. Leuk. Mm-hmm. En hoe gaan de zaken? Goed. Goed? Ja. En we kopen ook cakejes. Cakejes? Ja. Zo. En wat kost een cakeje? Ja, 1 euro. Oh. Heb je zin in een cakeje, Piet? Ja. Nou, dan koop ik 2 cakejes. Is dat goed? Ja, is goed. Piet. Ja? Ja? Ja, je mag ervan. Moet ik dat mezelf doen? Ja, je mag. Ja, of wij kunnen het doen. Wil je dan met slagroom? Ja. Joh, ik doe er ook. Moet ze allebei met slagroom? Een slagroom, Piet? Ja, slagroom. Helemaal goed. Nou, dames, veel succes. Dank je. Wat ga je doen met Kerstmis? Weet ik nog niet. Lachen? Ja. Ja, wij zijn het vuur in leven aan het houden, denk ik. Ja. Aha. Ja, top. En dat is alles? Nou, er zijn ook nog spelletjes hier aan de achterkant en zo. Oh, oké. Okay. Dus af en toe moeten we daar ook mee helpen. Ja. Ja. We hebben precies gefilmd op het stukje waar wij niks kunnen. Oh. Wat ga je nou doen? Pijlen boog schieten. Ja, dat snap ik. Daar heb ik wel door. Maar wat ga je dan doen met... Moet je in die rondje schieten? Ja, proberen in dat rondje te schieten. En gaat het lukken? Volgens mij niet. Volgens mij wel. Dan niet vastzitten. Volgens mij... Nou. Zie je. Ja. Wat lach je? Wat? Lach je je vriendin uit? Ja. Dank. Nou. Concentreren. Ja. Je kunt het wel. Ik niet. Concentreren. Aan deze kant. Ik word al geholpen. Gaat lukken. Opa en oma nog kerst vieren en dan ga ik, daar komt ook de kerstman met cadeaus. Echt? Ja. En wat hoop je op? Wat hoop je te krijgen? Een Lego pakket van een hotel. En jij? Wij gaan vooral veel familie zien en zo. Met familie en vrienden en ook nog voor kamperen. Leuk. En wat ga je eten? Dat weten we nog niet. Wat hoop je op? Wat vind je lekker? Frietjes. Frietjes? Ja. Je bent marshmallows aan het... Ja, even lekker bijkomen met eten. Dat is lekker warm. Nee, voor scouting Bokstel doen we actie hier. Lekker vuur stoken, mag iedereen lekker marshmallows pakken en zo. En we hebben een aantal spellen opgezet die de kleine kinderen leuk kunnen doen en zo. Kijk, gezellig. Leuk. Mooi man. Boven het vuur houden, hè? Ja, een beetje ernaast. Kijk! Hij draait! Hij draait! Ja, met het geluid nou deze keer. Ja. Ja. Een ouderwets singeltje. Ja, dit is wel een heel ouderwets, hè? Dit is Pat Boone. Pat Boone, ja. Dit is het origineel dan. Serieus? Ja, dit is origineel. Dus wie wat bewaart, die heeft wat, hè? Ja, dat klopt. Dus,
Ja, kan, als hij nou draait, kan ik niet kijken hoe oud hij eigenlijk al hier is. Maar, ik denk eind 60 jaar of zo. Ja, dus, misschien wel 50, ik weet het niet. Ja, ik weet niet. Ja, we moeten dat keer weer googlen. Hè? Ja, ik wou ook net zeggen dat je dat nou googelt. Dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Nee. Goed man. Ja, hier, gaat het nog, Piet? Ja. Gaat het nog? Zo. Het ziet er gezellig uit hier. Lekkere koek, lekkere noga. Ja. Lekkere soep. Wat heb je voor soep? We hebben Marokkaanse kippensoep en ertessoep. Nou, lekker hoor. Ja. En we hebben warme, zelfgemaakte worstbroodjes. Zo. Wauw. Wauw, Piet. Beetje gezellig? Ja. En wat heb je voor plannen met kerstmis? Dobbelspel. Ja, zeg je? Het dobbelspel met familie. Dobbelspel? Ja. Hoe gaat dat? Iedereen heeft een cadeautje en dan heb je een dobbelsteen en dan staat er... Op die dobbelsteen staat bijvoorbeeld, geef je een cadeautje naar links of pak een cadeautje uit en dan... Oh, leuk. Ja. Dobbelen. Ja. Nou, leuk. Zeker. Dan dobbel ze. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Hebben jullie zin in kerstmis? Ja, zeker. Ontzettend zin in. Waarom? Ja. Samen zijn, gezellig met de familie en samen zijn. Heerlijk, kerstmenu maken. Ja? Ja. Wat gaat u maken? Als u het zelf gaat maken? Ja, ik ga het zelf maken. Ik ga Indisch koken. Voor 18 mensen. Dus. 18? Ja. Doet u dat alleen? Dat doe ik, ja, met een beetje hulp. Eerste kerstavond, de 24e, bij family. Gezellig eten. Kerst is mijn broer jarig. Of hij feestje geeft, weet ik nog niet. Maar bij deze misschien. En tweede kerstdag komen ze bij mij. Oké, okay. Maar u bent niet een van de 18? Ik ben, nee. Zij is mijn vriendin. Nee, maar u bent niet uitgenodigd door uw vriendin? Nee. Ieder zijn eigen family. Oké. Ja, dus zij woont in Alverna. Waar woont ze? Zij woont in Alverna. In Wiegen, bij Nijmegen. En wat komt u dan in Boksel doen? Ja, op visite. Gezellig kletsen. Leuk. En ik woon wel in Boksel. Ja, vandaar. Weet je vandaag allemaal gedaan samen? Gekletsen. Ja. En nou eventjes een rondje gemaakt, een paar dingetjes gekocht. En nou willen we nog een hapje eten en drinken. Nou. Gezellig. Ja, zeker. Nou, veel plezier. Ja, dankjewel. Ja, veel plezier. Doei. Ja, gewoon hier. Gewoon thuis. Gewoon thuis. Komt er nog iemand op bezoek? Nee. Helemaal niemand? Nee, denk het niet. Waarom niet? Ik denk het wel namelijk. Ja. Volgens mij komt er wel iemand op bezoek. Ja, mijn dochter. Aha. Komt u op bezoek? Ja, we gaan naar de eerste kerstdag gaan we naar de Efteling. Zo. Gaan we daar eten en kerstavond naar een nicht van mij. Aha. Dus, ja. Dus uw moeder is niet alleen? Nee. Kerstmis. Dan kom ik ook wel even. Kijk. Nou, wens ik u prettige kerstmis. Ja, dankjewel. Wat gaan we doen met kerstmis? Nou, de eerste kerstdag gaan wij familiebezoek. Naar familiebezoek. Ja. En de tweede kerstdag houden we het mooi bij ons bescheiden met een lekker biertje erbij, een kerstbiertje. Een dus hapje. Dat gaat ons ook wel lukken. Ja, dus ik precies. Heb grond ingeslagen, dus dat komt dan wel weer goed. En heeft u nog voor de mensen thuis een kerstboodschap? Vooral gelukkig, gezond en een goed 2023. Kijk, veel plezier. Dankjewel. Dankjewel, hè.